Goedemorgen jongens en meiden. Wat leuk dat je weer kijkt. Ja, echt leuk. Ik ben er ook weer. Ja, Rick, dat weet ik. En weet je wat we allemaal gaan doen? Ik denk dat jij het nu even gaat vertellen. Ja, want we gaan zingen. Heel mooi zingen. En, Bijbelverhaal. En we gaan er nog zingen. En aan het einde kan je knutselen. Ja, dat is heel gaaf. Want aan het einde kun je even naar de site gaan van de ontmoeting. En dan kun je precies zien wat je moet knutselen. En misschien ben je ook in de kinderdienst hier. En dan kun je ook knutselen. Ja, maar nu gaan we zingen. Ja, nu gaan we zingen. Hele fijne dienst. En succes en geniet ervan. Doei!
Schipper, mag ik overvaren, ja of nee? Zo, Rick, wat ben jij vrolijk? Ja, waarom? Ik heb iets heel leuks gedaan van het weekend. Oh, wat dan? Ik ben naar oma geweest. Nou, dat klinkt wel gezellig, zeg. Ja, het was ook heel gezellig. Maar de reis was nog veel leuker. Oh, waarom? Wat heb je dan gedaan? Gewoon met de auto, toch? Ja, een beetje, maar ook met de boot. Met de boot en de auto? Ja, we gingen rijden en rijden en broem broem. En opeens kwamen we, stopte de weg. En ja, toen was er water. Oh, en wat heb je toen gedaan? Nou, toen zijn we met de auto op de boot gegaan. Op de boot met de auto. Ja. Want papa die deed zo de auto op de grote boot. Er stonden allemaal auto's al op. En toen ging de boot varen. Naar de andere kant. Oh, ik weet wat je bedoelt, Rick. Je bedoelt een pont. Oh, jij weet ook al hoe dat heet. Ja, daar heb ik wel eens wat van gehoord. Dan ga je met de auto op de boot en dan moet je wat geld betalen en dan kan je naar de overkant. Ja, precies. Want papa die deed het raampje open en die gaf de man wat geld. En toen mochten we op de boot. Oh, en heb je ook even uit de auto geweest om te kijken? Ja, ik ben met mama. Ben ik zo over de reling gaan kijken, zo helemaal in het water. Was heel leuk. We zagen wel zelfs een grote kwal. Oh, dat klinkt wel leuk. En toen ben je dus naar oma geweest. Oh, nu snap ik het. Daarom zong je dat liedje. Ja, zal ik hem nog een keer zingen? Ja, dat mag wel. Schipper, mag ik overvaren, ja of nee? Haha, dat is. En hoe gaat hij dan? Moet ik dan nog tol betalen, ja of nee? Oh, hey, maar Rick, ik zit net te denken, hè? In de Bijbel is er ook een verhaal. En dan moesten mensen ook geld betalen om iets te mogen. Maar die moesten geld betalen om een stad in te mogen. Huh? Stad in te mogen? Ja, moet je maar eens even horen. Als jij goed gaat zitten en de kinderen thuis ook, ga ik het verhaal vertellen. Nou, dat ben wel benieuwd. Zo, wat is het druk bij mijn poort. Moet je eens kijken hoeveel mensen daar. Wauw, wat zou er nou aan de hand wezen? Ja, ik sta hier bij een poort in Jericho. Dit is een beetje mijn poort. En daar sta ik eigenlijk elke dag. Maar nu is het wel echt super druk. Dat wordt een goede dag vandaag. Weet je waarom? Ik ben Zacchaeus. Ik ben de tollenaar. En weet iemand wat dat is? Tollenaar? Best wel moeilijk, hè? Maar weet je, ik zal het vertellen. Elke dag ga ik bij de poort staan. En als mensen de poort in willen, dus de stad in, dan vraag ik een beetje geld. En dan krijg ik centjes. Die centjes moeten wel naar belangrijke mensen, hoor, in de stad. Want er worden weer straten gerepareerd en zo. Maar daar moet je niet doorvertellen, hoor. Maar meestal als iemand één muntje moet betalen, dan één muntje... Vraag ik er gewoon twee. Dan is er ook één van mij. Ah, dat weten de mensen trouwens ook wel, want die zijn ook niet zo heel aardig tegen mij. Maar misschien is dat ook wel logisch. Maar goed, dat geeft niet, want ik heb tenminste geld en dat is ook heel belangrijk. Maar ik ga eens even kijken wat er aan de hand is, want al die mensen hier, het is een drukte van je welste. Weet je, ik ga het gewoon even vragen. Hey, mevrouw. Oh, ze loopt alweer door. Een andere. Meneer, wat is er aan de hand? Oh, die reageert ook al niet. Misschien aan jou. Hey, weet jij wat er aan de hand is? Ja, natuurlijk. Weet jij dat dan niet? Nee. Weet je wat dat meisje zegt? Die zegt, er is een hele belangrijke man, Jezus in de stad. Daarom is het zo druk. Oh, die man wil ik ook wel zien. Weet je wat, ik ga gewoon kijken. Even mijn geld even een beetje opbergen. Want anders ben ik het straks kwijt. Ik ga gewoon even kijken. Hoe ga ik dat doen? Ik denk als ik achter al die mensen aanga, die gaan allemaal die kant op.
Daar zal Jezus dan ook wel zijn. Waarom ben ik nou zo klein? Ik kan helemaal niks zien. Straks komt Jezus voorbij en zie ik niks. Ga eens een beetje aan de kant, joh. Ik wil... ze kijken ook niet zo aardig. Ja, nou. Wat ga ik doen? Nee, ik zie echt helemaal niks. Al die grote mensen voor mij. Wat ga ik doen? Oh, daar staat een grote boom. Weet je wat? Ik ga gewoon in die boom klimmen. En een beetje stiekem. De mensen zien het wel, maar dan ga ik in de boom, want dan ben ik wel wat langer. En dan kan ik misschien... Jezus, volgens mij is dat wel een belangrijke man. Hey, wacht even. Daar heb ik trouwens wel wat van gehoord. Die deed wonderen en... daar werden mensen beter en zo. Ja, dat ga ik toch echt, dat wil ik echt zien. Oké, deze boom. Even kijken, deze tak en dan die. Ups, been erop. Ja, ik zit. Even een beetje de grote bladeren. Het was een olijfboom en die hebben van die grote bladeren een beetje voor mij. Want ik wil niet dat iedereen mij ziet zitten. En zeker die man niet. Eens even wachten, want volgens mij komt daar... Ja, daar komt de hele stoet mensen aan. Mijn kant op, yes. Wie zou dan Jezus zijn? Die man met die mooie kleren of misschien die man die zo aardig kijkt? Ja, dat zou het ook kunnen zijn. Oh, daar is hij bijna. Ik verstop me nog iets meer achter de blaadjes. Ja. Hé? Die man blijft onder mijn boom staan. Maar niemand kan mij toch zien? Hè? Ik hoor mijn naam. Hoe weet hij nou mijn naam? Hij zegt, Zacchaeus. Hij kijkt naar mij, naar boven. Haast u, kom naar beneden. Want vandaag moet ik bij jou in het huis zijn. Bij mij? Zegt Jezus dat tegen mij? Waarom tegen mij? Niemand houdt van mij. Nou, ik ben in ieder geval heel blij. Ik klim snel naar beneden en... Ja, Jezus, natuurlijk. Kom met mij mee. Ik zal lekker gaan koken voor u. Oh, wat ben ik blij. Hij kijkt naar mij. Hij houdt wel van mij. Hè, maar... Ik hoor mezelf opeens wat zeggen. Heer Jezus, weet je wat ik ga doen? Ik heb heel veel geld van mensen gevraagd en dat was helemaal niet eerlijk. Weet je wat? Ik ga 4 keer zoveel teruggeven als wat zij mij gaven. Dus als ik 1 muntstukje te veel heb gevraagd, geef ik er, even kijken hoor, 4 keer zoveel. 1, 2, 3, 4 terug. Ja, dat is een heel goed plan, Zacchaeus, zegt Jezus tegen mij. Hè, maar waarom zeg ik dat eigenlijk? Maar hij kijkt ook zo aardig, die man. Hij zorgt dat... Ja, hij geeft... Wat geeft hij eigenlijk? Ik geloof dat hij mij wel aardig vindt. Ja, en als Jezus jou aardig vindt, dan kan je ook niet ermee doorgaan om andere mensen niet aardig te vinden en om geld van hun te vragen, eigenlijk oneerlijk. Nou, dat ga ik dus doen. Maar nu ga ik eerst naar mijn huis. Want Jezus gaat met mij mee. Jezus houdt van mij. Eigenlijk is dat veel belangrijker dan geld. Want eigenlijk heb ik hier ook helemaal niks aan. Wat is het nou? Het is toch helemaal niet leuk als al die mensen mij helemaal niet leuk vinden. Maar goed, nu houdt Jezus wel van mij. Ik ga ervoor zorgen dat ik ook van andere mensen ga houden. En dat zij misschien... mij ook wat leuker gaan vinden. Maar goed, ik ga snel vandoor. Want ik ga met Jezus naar mijn huis. Want wat ik later hoorde, er staat in de Bijbel. Want de Zoon des Mensen, Jezus, is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Want dat zei Jezus ook tegen mij. God heeft mij gestuurd... naar jou, Zacchaeus, om jou
eigenlijk te zoeken, zodat jij ook mij gaat dienen. Dat heeft hij gedaan. Hij zoekt nog steeds mensen op, hè? Hij zoekt ook mij op en jou op thuis. Ja, dat was het verhaal. Daar moesten dus mensen ook geld betalen voor om de stad binnen te komen, Rick. Niet een boot, maar wel de stad. En Rick, volgens mij zat jij heel goed te luisteren. Ja, dat klopt. Ik vond het wel een heel bijzonder verhaal. Weet je, Rick, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe goed je hebt geluisterd. Heel goed, stel maar heel veel vragen. Ik weet op alles antwoord. We zullen zien. Zal hij ze ook mee vragen aan de kinderen? Ja, dat is leuk. Oké. Was Zacchaeus als, wat deed hij als een beroep? Was hij politieman of meester of... Nee. Hoe heette dat nou ook weer? Hij was tollenaar! Ja. En was die heel eerlijk? Nee. Hij vroeg heel veel geld aan alle mensen. Maar dat was toch gewoon normaal, want dat deed een tollenaar toch, geld vragen? Ja, maar hij vroeg veel te veel. Ah, dat heb je goed gehoord. Dat is niet eerlijk, hè? Nee. En oké, nog een leuke vraag. Moet je even stil zijn, want we kunnen ook even kijken of de kinderen thuis natuurlijk weten voordat jij het gaat vertellen. Oké. Was Zacchaeus klein of was hij heel groot? Nou. Ja, jij hebt het goed. Jij ook. Nou, Rick, vertel maar. Hij was heel klein. Ja. En wat deed hij doen? Wat ging hij doen omdat hij klein was? Hij klom in een hele hoge boom. Kijk, ik kan dat ook zo in een boom klimmen. Oh ja, maar blijf nu maar even zitten hoor. Oké. Nou, En wat kwam Jezus eigenlijk doen? Hij ging naar Zacchaeus en hij vroeg... Ja, wat vroeg hij? Ja, hij wilde bij Zacchaeus naar huis. In zijn huis zijn. Oh ja, ja, dat klopt. En waarom? Nou, omdat Jezus eigenlijk ook van hem houdt. Precies. Hij hield van iemand die eigenlijk helemaal niet zo aardig was. Dus houdt hij dan ook van ons? Want ik ben ook niet altijd heel aardig. Zeker weten, Rick. Hij houdt ook van mij, van jou en van alle kinderen thuis. En ook van de papa's en mama's. Dat is wel heel mooi, hè? Dat is heel mooi. Hé, zullen we daarvoor danken, Rick? Ja, dat gaan we doen. Nou, gaan we weer netjes zitten, handen samen, ogen dicht... Dat is een beetje bij jou moeilijk, hè, Rick? Maar goed, dat geeft niet. Gaan wij met elkaar God danken, omdat Hij van ons houdt. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor deze zondag. We willen bij u komen om u te danken voor uw liefde voor ons. U kijkt naar ons en u ziet ons waar we zijn. U ziet ons altijd, ook als mensen ons misschien niet zien. Heer, u weet dat we ook van u willen houden. Heer, maar u heeft ons eerst lief gehad. U zocht ons op. Daar willen we u voor danken, dat u kwam. Heer, wilt u deze zondag een fijne zondag geven? Dat we af en toe nog even mogen denken, oh ja, Jezus houdt van mij. Ook als ik een keer wat fout doe. Dank u wel daarvoor, heren. Dat vraag ik u om Jezus wil. Amen. Yeah.
Als laatst gaan we zingen De Heere zegent jou. Doe je mee? Zo, dit was het weer. Ja, dat is jammer, hè? Ja, want nu zie ik ze pas volgende week. Nee, ja, volgende week zien ze jou weer. Oh ja, dat is waar. Nou, succes met knutselen. Ja, dus even kijken op de site, hè. Kan je een hele leuke knutsel maken. Ja, en dan zien we je volgende week weer. Kun je weer meer naar mij kijken. Doei. Hey, doei, hè. Fijne dag, fijne zondag.